Wat? Sta op! En waarom dat? Omdat jij me naar het huis van mijn vriendin Marla gaat dragen. Ik ga je echt niet dragen hoor. Ik ben geen paard. Prima. Dan upload ik gewoon even dit filmpje, zodat de hele wereld het kan zien. Wat voor filmpje? Van hem? Met zijn eigen versie van de cupsong. Dat ben ik niet! Waarom zou ik dat? Dat ben ik niet! Kijk. Ik heb een ticket voor de lange rit. 2 flessen... Oh, ballen! Ik ga dit echt nooit leren. Oké, kappen! Zet hem uit! Zet hem uit! Hoe kom jij die pruik? Dat gaat je niks aan. En hoe kom jij aan dit filmpje? Ze heeft vast mijn pc gehackt. Misschien wel, ja. Oeh, jij bent zo slecht. Piper, zet dat filmpje nou maar niet online. Dat doe ik niet, hoor. Zolang hij me maar naar Marla's huis draagt. Dat nooit. En kan man tikken van de lang mijn waan. Oké, best. Spreeuw mijn rug. Klim erop. Als hij te langs op gaat, schop je hem in zijn zij. Nee, auw! Yeeha! Ja! Auw! Ik ben totaal uitgeput. Niet zo zeuren, het was maar 4 kilometer. 4 kilometer heen, 4 kilometer terug. Breng me nou gewoon maar naar mijn kamer. Ik denk dat ik sterf. Niet in ons huis. Als je echt doodgaat, doe je dat buiten. Ah! Henry! Wat? Was jij boven in de badkamer? Heb jij make-up op je gezicht? Je hebt mijn mobiel in de wc gegooid! Oh, sorry. Sorry? Al mijn berichten en foto's zijn weg! Net zoals mijn filmpje van Jasper! Ik ben Jasper. Als mam ziet dat je haar make-up hebt gebruikt, heb je echt een probleem. Mam hoeft dat niet te weten! Maar waar wil je naartoe in die kleren? Naar een club met de meiden. Welke club? Club nummer 11. Maar om daar binnen te komen moet je minstens 11 jaar zijn. Toevallig ben ik vanavond 11 jaar. Zie je? Dit is niet jouw ID-kaart, maar van Mindy Flavin. Duh, ik heb hem van haar gekocht. Ik hoop voor jou dat papa en mama niet achterkomen. Oh ja, maak ik me geen zorgen. Wie heeft er nu een goed filmpje? Maar, wat ga je nu doen aan mijn natte telefoon? Weet ik veel, ik moet nu eerst naar Charlotte. Henry! Goed. Jammer dat je dat filmpje van mij nu kwijt bent. Want dat gaat mij niet gebeuren met dit filmpje van jou. Waar heb je het nou weer over? Ik heb het vermoeden dat je ouders heel graag zien hoe jij er nu bij loopt. Met die make-up en die valse ID-kaart. Om te gaan stappen met de meiden. Achter hun rug. Dus jij gaat nu eens doen wat ik zeg. Dit is niet oké! Ik wil zo graag lid worden van je club dat ik nu ga beginnen aan de haarsoep. Hey, best wel een goed filmpje, hè? Het is een geweldig filmpje. We hebben het al 20 keer gezien. Cool. Nou, waar mag ik zitten? Op je kont? Ja, op mijn kont. Dat is een goede ja. Ja. Welkom bij de Man-Fans, Piper. Ja, hey, welkom bij de club. Hey! Ik ben de voorzitter van de Man-Fans, dus ik bepaal wie wanneer lid wordt. Is dat duidelijk? Ja, mevrouw. Dat is duidelijk. Maakte waarop ik haarsoep eet, dat ik dan lid kon worden. Ja, maar ik heb het bedacht. Maar ik heb haar gegeten. Dus? Je wil niet weten wat dat haar met mijn darmen gedaan heeft. Nou, als je lid wilt worden, dan moet je ons een selfie laten zien. Van jou en Captain Man. Maar hoe denk je dat ik Captain Man ooit ga vinden. Een echte Man-Fan kan dat. Toch, jongens? Ik weet het niet hoor. Het lijkt me heel erg lastig. Oké. Nou, ik ben een echte Man-Fan en ik regel wel een selfie met hem. Leuk! Ga nu maar weg. Ik ga nu maar weg. Zie je deze hier? Dit is de tijd die je nog hebt om een selfie te maken met Captain Man. Anders word je nooit lid van de Man-Fans. Maar... Hey Piper, is alles oké? Ja, ik ben niet van streek en hou je mond. Ik hoorde je net praten met dat meisje van de Man-Fans. Maar hoe kom ik nu aan zo'n stomme selfie met Captain Man? Oké, luister. Ik las een gerucht op internet dat Captain Man misschien naar de planetenstrijdpremière gaat vanavond. Serieus? Op welke site? Het is nu weggehaald, maar ik zag het en hij zou recht zijn. Wacht. Maar hoe kom ik nog aan een kaartje? Charlotte heeft er nog geen over. Ik kan vragen of je mee mag. Waarom ben je zo aardig voor me? Daarom. Je bent mijn kleine zusje en ik hou toch je mond. Misschien breek ik je arm en dan verpest ik de film voor iedereen. Blijf met je vingers van Kid Danger! Spoiler. Wil jij het einde horen? Die heb ik al gebruikt. Kid Danger, mag ik een knuffel van je? Nu even niet. Ik moet heel even daar gaan staan. Opzij! Captain Man, ik ben Paula Macchiato, de voorzitter van uw fanclub. De Man-Fans. Ik ben geweldig. Ja, ik heb over jou gehoord. En wat is jouw naam, kleine meid? Piper Hart. Weet u nog? U schoot een keer een alien van mijn gezicht. Ah ja. Maar Piper Hart, jij hebt laten zien dat je heel erg moedig bent door met dat gloeizwaard de spoiler bijna half dood te slaan. Bedankt. Het was heerlijk. En jij? Jij zat daar maar een beetje niks te doen. Maar ik wilde ook iets doen, Captain Man. Nee, maar ik wilde ook iets doen, Captain Man. Je klinkt nu als een geit. En nu maak ik Captain Man, jouw Piper Hart, de nieuwe voorzitter van de Man-Fans. Ik wil hier gewoon weg. Waarom? Wees nou een keer trots op je project. Mijn project is een totale vernedering. Ja, maar dit is toch een hele schattige vulkaan? Oh, alsjeblieft. Wat? Moet je zien hoe de schattige vulkaan van Jenna Tetrosini eruit ziet? Wauw, zij is echt getalenteerd. Dat is ze niet. Haar zwetende vader maakt altijd de projecten voor haar. Nou, ik vind jouw vulkaan echt net zo vet. Ugh, je bent echt zo'n vader. Kom op, laten we hem nog een keer testen. Nee. Oké, ik ben de volwassene en ik zeg dat we die vulkanen nog eens testen. Ik ben zo trots op jou. Van Piper Hart is goed voor een score van 3. Hey, kijk, je staat op de 3e plaats. Nee, pap, ik heb een 3. 3 van de hoeveel? Van de 100! Oh, yes. Ah, Piper, kom op, lachen. Lachen! Hey, Piper. Wat moet je? Jenna. Ik zie dat jouw vulkaan een 3 heeft gekregen. Dat is nog altijd beter dan een 2. Nou, ik heb hem tenminste zelf gebouwd. Ik heb hem niet door mijn stinkende vader laten maken. Oh, wat goed. Dus je bent een loser. En dat ben je helemaal zelf. De maat is vol. Kom hier! Ze noemen me een loser! Piper, luister naar je domme vader. Zij noemde mij dom! Is het niet waar? Dit is dingen van een kind! Doe maar rustig! Zij noemt mij dom! Ik heb gestudeerd! Ik ben zo, laat het los! Hé, daar weer Piper! We moeten stil zijn, want anders gebruikt ze die keiharde toeter. Oké mensen, wees allemaal stil! Maar we waren toch allemaal al stil? Deze meeting van de Man-Fans is nu geopend. En als eerste actiepunt heb ik staan dat... Jasper, waarom ben je eigenlijk hier? Ja, je bent geen Man-Fan. Nou, ik dacht aangezien jullie zo'n fan zijn van Captain Man en Kid Danger... kan ik, nou ja, jullie wel wat leren. Wij zijn experts op het gebied van Captain Man en Kid Danger. Ja, wat weet jij nou? Oh, je weet wel, gewoon een paar dingen zoals... oh, wisten jullie dat Captain Man zijn frietjes heel graag heet wil, maar zijn ketchup... koud. En hoezo weet jij dat? Ik heb zo mijn bronnen. Oh, en verder dat jullie niet weten dat Kid Danger zijn elleboog kan aanraken achter zijn rug? Oh, lekker belangrijk. Dat kan mijn broer ook, hoor. Hé, ik had het alleen maar over Kid Danger. Jij begint over je broer, ik niet, oké? Ik deed niks verkeerd. Oké. Laten we het hebben over Captain Man zijn favoriet. Benny, doe jij de deur? Jawel, mevrouw de voorzitter. Oh, hallo. Ik ben van Babaloo Ballonnen. Het is een man. Dank u. Hoi, wat moet je? Nou, iemand heeft ballonnen besteld voor jullie Man-Fan meeting vandaag. Hey, heeft er iemand van jullie ballonnen besteld? Nee hoor. Nee. Jij? Nee. Sorry, maar... Oh, nu sta je in mijn huis. En nu... Verschijn! Vast? Hoe kom je daar nou bij? Oh, wat krijgen we nu? Vanmorgen deed hij het nog gewoon. Haal me hier uit! Au! 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 Wacht! Jij bent toch Sister Cohort? Sister Cohort? Dat is de assistente van... Dokter Jammeka! Minyak! Mijn naam is dokter Minyak! Hé jongens, hij is gevaarlijk! Iedereen wegwezen! Kom terug! Kom terug! Nee, kom terug! Ga terug naar binnen! En nu zitten! Zo dan. Willen jullie kindertjes graag zien wat dokter Minyak kan doen met... helium? Nou, ja, ik vind het niet zo'n idee. Juist. Kijk wat er gebeurt als ik mijn heliomatiserende heliometer gebruik op deze ballon... die gevuld is met... helium. Wow. Ja, oeh en ah, zo is het maar net. Oké, waarom ben je eigenlijk hier? Oh, was dat niet duidelijk dan? We houden jullie gegijzeld. Gegijzeld? Piper, bel Captain Man. Ja, oh ja, goed idee, bel Captain Man. Wat doe jij nou weer? Ik dacht dat ik je een high five moest geven. Nee, ik wil mijn telefoon. Geef mijn telefoon. Die zit in je jaszak. Helemaal niet. Als hij in mijn zak zat, dan zou ik toch weten dat hij in mijn jaszak zat. Zit hij in je jaszak? Stil je mond! Oh mijn god, wat is er gebeurd? Ik probeerde mijn haar wat korter te maken, zodat ik op deze pop kon lijken voor Halloween. Dat zou gaaf geweest zijn. Maar na het knippen zag ik dat de rechterkant wat langer was dan de linkerkant. Dus ik knipte wat meer van rechts, maar dat was te veel. Dus toen wilde ik het weer gelijk maken aan de linkerkant, maar dat was weer te veel. En zo bleef het maar doorgaan. Het is nu toch gelijk. Ik zie er vreselijk uit. En mijn haar was een van mijn 50 beste kwaliteiten. Henry, dit is Charlotte. Hoor je me? We hebben code rood. Ik herhaal code rood. Hey Charlotte, met Henry. Je moet naar je werk komen, onmiddellijk. Code rood. Duidelijk. Hey, we moeten even naar troep en zo. Code rood. Ik herhaal code rood. Duidelijk, oké, code rood. We komen eraan. Kom mee, we gaan. Nee, ik ga het huis absoluut niet uit met dit haar. Ik moet gaan. Je hoort het, het is code rood. Het is code rood. En van mam en pap moet ik op je passen, dus we gaan. Ik zei dat ik hier blijf. Oké, hey, luister, er zijn pruiken bij troep en zo. Oké, dus we gaan naar troep en zo, zoeken een pruik en dan lijkt je precies op die enge pop. Kom mee. Ze is helemaal niet eng, ze is juist prachtig. Ze is een topmodel. Wat vind je ervan? Alles is beter dan je vorige kapsel. Hé! Hey! Je vroeg me wat ik dacht. Piper? Hallo, Piper. En welkom in mijn wereld! Wat bedoel je met jouw wereld? Dat vertel ik je. Al zolang ik weet, woonde ik hier alleen in deze prachtige wereld. Ik was erg eenzaam. Maar toen, gisteren ineens, opende er een poort van jullie wereld naar die van mij. En nu haal ik vrienden naar mijn wereld. Maar ik wil niet in jouw wereld zijn. Ik wil weer naar mijn wereld. En wat dwarrelt er hier? Suikerspin? Inderdaad, het sneeuwt suikerspin hier. En dat bankje is van karamel. Het is wat plakkerig, maar het zit wel lekker. Als het hier zo leuk is, waarom heb je me dan ontvoerd? Het spijt me. Ik dacht dat je het hier leuk zou vinden. Maar als jij graag terug wil naar je wereld, stap je gewoon weer door die vrolijke poort. Ik zou hier blijven, hoor. Dit feestje is echt super chill. Want het is super en chill. Oliver? Fijne Halloween. Wie moet jij voorstellen? Ik ben een verkleedpop. Dat gaat niemand zien. Mij herken je wel. Ik ben Barbara Bush. Ik ga weer. Wil je echt niet nog wat snoep blijven eten? Ja, met jou wil ik nog wel wat snoep blijven eten, hoor. Wat geks. Ga op avontuur. Kruip door een buis. Misschien moet ik me omdraaien. Of ik ga gewoon verder. ben ik niet. Ik bedoel, dat is hij niet. Dat zijn wij niet. En wie is je broer dan? Hij is vast super cool, maar ik ben het niet. Jij moet gaan. En jij bent al zeker Henry zijn baas van troep en zo. Ja, dat ben ik. Je hebt een slim zusje, Henry. Gast. Ja, dat is je broer. Ik ben zijn baas. Doe alsof je thuis bent. Dan ben ik zo terug. Wacht, waarom blijf je zo kalm en waar ga je nu naartoe? Wie weet dit nog meer allemaal? Weet mam dit? Nee. Weet pap dit? Nee, nee, ze weten het niet, oké? En jij mag niks zeggen. Je mag niemand hierover vertellen, want niemand anders weet dit. Henry, jij en Ray moeten niet zo lopen te... Charlotte? Piper? Je zei dat niemand anders het wist. Ik weet het niet. Ik weet helemaal niets. Ik word hier net wakker. Dit is mijn huis niet. Waar ben ik? Oké, prima. Charlotte weet het. En ze kan echt heel slecht liegen, maar verder weet niemand het. Hey Henry, de pakjes die was je pap. Hey Piper, moet je mijn nepwenkbrauw? Oh mijn god, wat doet Piper hier? Jasper weet het ook! Oké, ja, Jasper weet het. Net als Charlotte, maar dat was het. Hoog zo die gaat! Was dat onze nieuwe Duitse buurman? Ja. Want hij lijkt ook op de Italiaanse loodgieter. Dat is nog een grap. En op die man die door ons dak kwam en bovenop me viel. Oké, ja, dat was hij ook allemaal. Oké, en vast nog wat meer gasten die ik me nu niet herinner. Eén momentje. Wat, Schwartz? Ze is in de mancave. Ik denk dat ze mij heeft gezien. Ja, ze heeft je gezien. Kom maar hier. Klik. Klik. Oh, leuk! Iedereen is erbij. Heeft iemand anders nog geheimen die ze aan Henry's zusje willen vertellen voordat ik dit leuke apparaatje aanzet? Wow, wow, wow. Wat is dat voor ding? Oh, kijk maar even in deze loop hier, dan laat ik het je zien. Gast, je kunt haar geheugen toch niet wissen? Niet zonder geheugenwisser, nee. Waar zou ik er eentje kunnen... Wow, kijk, ik heb er alleen. Niemand gaat mijn geheugen wissen. Dat ben ik niet met je eens. Laat los. Het moet gebeuren, Henry, gast. Laat dat ding los. Nee. Dit is allemaal geen... Alles oké, is je geheugen gewist? Ik geloof het niet. En dat van jou? Alles oké, ik weet wie ik ben. Jij oké? Alles oké. Maar wie zijn jullie eigenlijk? Henry! Ja? Stap maar in de capsule. Ik stap. Even wakker blijven, mensen. We hebben een belangrijke taak hier en ik wil dat zijn geheugen over 3 kwartier terug is. Duidelijk? Nee. Kom op allemaal, we hebben een belangrijke missie hier. Ja, wij hebben een missie. Jij niet. Wat zeg jij? Je hoort niet bij het team. Maar jij wel. Pff, ja, natuurlijk. Yo, wat is mijn taak, Henry? Breng jij Piper maar naar huis. Wat? Mag ik een andere taak? Jasper brengt je naar huis. Waarom? Dat wil ik ook graag weten. Je hoort niet bij het team, Piper. Dankzij jou is zijn geheugen gewist. En ik wil dat je nu weggaat, zodat ik kan werken. Oké? Weg. Niet mijn favoriete taak. En je houdt je mond dicht. We hebben het er straks over. Hey, wil je het verhaal horen hoe ik erachter kwam dat Henry Kid Danger is? Nee. Het overkwam me gewoon. Welke is de roze? Zeg maar welke hoek aan links, rechts, boven, beneden. Het is die daar! Dat is roze. Piper? Piper? Henry, zusje? Oh, waarom zijn jongens zo slecht met kleuren? Ja toch, Charlotte? Wat doe jij hier nou weer? Wat doet zij daar nou? Ja, wat doe jij hier? Nou, ik heb Jasper gedropt, ben teruggekomen en aan boord gekropen. Dit schip is echt geweldig. Hé, maar doen jullie vaak dit soort dingen? Niet elke dag, misschien 1 keer per week. Waarom ben jij zomaar aan boord geglipt? Je gaf Jasper de opdracht me thuis te brengen. Wat dacht je dan dat er ging gebeuren? Jongens. Je bent hier niet voor getraind, Piper. Dit is niet oké. Jij bent echt getraind. Oh, ik ben zeker getraind. Je weet niet eens wat een roze knop is. Hoe moet ik weten welke rol ze is? Nou, die daar is van boven. Het zijn allemaal roze knopjes. Jongens! Wat? Daar is de hippocampus. Maak een noodstop. Nee, Piper, niet. U heeft uw bestemming bereikt. Hoe wist je? Of had je wist? Ik weet wel wat een noodstop is, Henry. Ik heb namelijk een rijbewijs. Duidelijk. Iedereen weet dat. Schwartz, er moet toch iets zijn om dit op te lossen? Ja, dat kan. Maar dan moet je de capsule verlaten en de brandstofslang weer aansluiten. Oké, en hoe doen we dat? Henry, trek het pak aan en kruip de capsule uit. Maar ik was er wel in. Want nee, jij gaat die capsule niet verlaten, Piper. Einde verhaal. Nou, dat is een suf verhaal en ik ga naar buiten. Nee, helemaal niet. Schwat, zijn er manieren om de capsule te verlaten zonder dat pakken? Ja, een heleboel. Oké. Maar dan ga je wel hartstikke dood. Henry, laat je zusje naar buiten om de brandstofslang te maken. Nee, het is te gevaarlijk. Oké, ik ben het hulpje, dus ik zet mijn leven... Klaar. Wat? Hij is gemaakt. Kom op. Ja, heb je hem serieus net gemaakt? Want dat is indrukwekkend. Haal me uit deze hersenpan, Schwartz. Ah! Er is niet genoeg tijd om naar Ray's en Oor te gaan. Dus je moet een ander gat gebruiken. Het gat dat ruikt. Oh, god, nee. Ja, dat wordt toch een nee van mijn vriend. Ik heb het over zijn neus. Oh ja. Oh, dat bedoel je met ruikt. Doe precies wat ik zeg en dan zijn jullie misschien op tijd. Oké. Oké, opzij, Piper. Ik stuur wel. Links! Rechts! Links! Rechts! Links! Rechts! Links! Rechts! Heerlijk dit! Links! Ik haat dit! Nu stoppen! Over weggaan gesproken. Oh, ja, we moeten gaan. Ga jij ook naar Dystopia? Nee. Ik breng deze kneuzen naar het vliegveld en dan vliegt Schwartz me naar de Universiteit van Florida. Orkaan Piper komt bijna aan land, mensen! Later. En ik kan die niet duidelijk genoeg zeggen. Sukkels. Ik denk dat we Jasper gewoon moeten zeggen dat ik in danger ben. Dat was heel charmant. Nee! Nee en nog eens nee. Oh, waarom niet? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Het ergste zou zijn als Jasper het er zomaar uitflapt tegen iedereen. Zodat de hele wereld weet dat Henry Kid Danger is. En dan komen de slechterikken achter hem aan en dan weten ze dat hij hier werkt. Dus dan weten ze ook dat ik hier ben en dan laten ze de boeien gewoon ontploffen. En dan zullen ze weten waar Henry's huis is, waardoor Henry's hele familie in een levensgevaarlijke situatie wordt gebracht. Oké, maar afgezien daarvan... Niemand mag vertellen tegen Jasper of wie dan ook dat Henry Kid Danger is. Kom op, wat als ik beloof dat hij een geheim kan bewaren? Dat kun je nooit garanderen. Oké, maar waarom kunnen we dan niet testen of Jasper het aan kan? Juist, goeie. Waar hebben jullie het nou toch over? We verzinnen gewoon een heel spannend geheim voor hem. En als hij dat geheim een week lang kan bewaren, dan weten we dat hij het aan kan. Wat zeg je ervan? Oké. Maar ik mag het nepgeheim verzinnen. Tuurlijk. Helemaal goed, man. Oké dan. En welk geheim wil je dat wij hem vertellen? Dat jij en Henry... vriendje en vriendinnetje zijn. Eeuw. Hey. Oké, wie doet het woord? Jij begint. Nee, jij begint. Ik wil niet beginnen. Het is mijn huis, ik ben de baas. Nou, waar vraag je dan als je eigenlijk zelf niet wil beginnen? Nee, je dit serieus. Ik heb gewoon liever dat jij begint te praten. Dan kan ik wel lekker aan. Hey, Jasper. Waarom ben ik uitgenodigd voor het eten? Wat bedoel je waarom? Vrienden hebben toch geen reden nodig om een vriend uit te nodigen voor het eten? Ik denk het. Hoewel we wel een reden hebben. Er is een reden. Maar eerst... Zie je wat we hebben klaargemaakt? Oh, vissticks met erwtjes! Ja, ga zitten. Zo, er is iets wat we je graag wilden vertellen. Maar eerst moet je beloven, moet je zweren dat je dit geheim nooit aan iemand zal doorvertellen. Geen probleem, ik kan een geheim bewaren. Echt waar? Ja, ik heb Charlotte nooit gezegd dat jij haar goudvis hebt vermoord. Wat? Dat heb jij net niet gezegd. Heb je niemand vermoord? Zet wel af van het onderwerp. Nou, we willen je een groot geheim vertellen. Maar je moet echt zweren dat je het nooit aan iemand zal vertellen. Nooit en ten nimmer. Dat zweer ik om Nemo's graf. Begin nou niet nog eens over Nemo. Waarom heb je mijn goudvis vermoord? Ik haaide over zijn ruggengraat en mijn gehoorten. Dat was niet mijn schuld. Charlotte en ik zijn vriendje en vriendinnetje. Jij... En zij... Jij, hij, zij... Jij, hij... is waar. Zijn jullie aan het daten? Dat klopt. We zijn heel erg verliefd. Wauw. Dus jullie twee doen ook aan zoenen en zo? Dat doet me zeker. Wij zoenen veel. Mag ik het zien? Nou, we gaan hier toch niet zomaar zoenen? Waarom niet? Henry, zullen we even naar de monddokter? Tuurlijk, schatje. Ja. Wacht, het is na zessen. Volgens mij zijn alle dokters al dicht. Denk erom. Jij belooft dat je tegen niemand zou zeggen dat wij aan het daten zijn. Oké, maar waar ga je heen met Charlotte? Weet je wel hoe cool het zou zijn als ik ook onverwoestbaar was? Weet je wat? Ik denk dat ik weet hoe je onverwoestbaar kan worden. Hoe dan? Ik heb een theorie. Kom, ik vertel je dat daar wel. Cool. Hey Charlotte, kom je mee? Nee. Charlotte. Ik wil niet dat jouw gezicht uit je navel komt groeien. Je kunt toch wel naar mijn theorie luisteren? Ik kan je niet horen! Bla 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 bla. Jongens, toen Ray werd getroffen door de Densitizer was hij nog een jongen. Net als Henry nu ook nog is. Ja, en die andere drie mensen bij wie ze dat hadden geprobeerd en waar het misging, waren volwassen. Ze waren volwassen, nu zijn het gemuteerde freaks. Charlotte, kom op. Ik ga niet meer naast je zitten bij scheikunde als er armen uit je oren komen die je willen prikken. Luister, ik heb die videobeelden ook gezien. Niet alleen was Ray nog een jonge jongen toen hij werd gedensiteerd, maar hij stond ook nog op een skateboard. Een skateboard? Ja, je weet wel, zo'n plank met van die vrolijke... Ik begrijp echt niet wat je zegt, Swatch. Hij bedoelt een skateboard. Ah. Ja, een skateboard. Juist, hij bewoog dus. Ja, dus ik denk dat als we dezelfde beweging weer creëren met een jonge jongen die nog niet volwassen is, zoals Henry, dan zal de machine hetzelfde effect hebben als op Ray toen hij nog jong was. Wat denken jullie? Nee, ik zeg dat we het gewoon moeten doen. Ja. Ik zet de machine vast aan. Alright. Kom, Char, ga je mee? Nee. Kom op. Als dit werkt, dan ben ik het beste hulpje dat een superheld zich maar kan wensen. En als het niet werkt, dan heb je straks 2 oogbollen op je kont. Veel plezier op de wc. Schwartz is een genie. Hij denkt dat het werkt. Dan ga je maar mee met Schwartz. Ik ga niet uit deze stoel. Man, ik moet op dingen gaan zitten die niet rollen. Oké, Henry, ben je er klaar voor? Ja. Is er een manier waarop ik jullie nog kan tegenhouden? Nee. Oké, Henry. Nou, niet vergeten te zeggen... Hé, papa, wow! Hé, papa, wow, hebbes. Oké, machine aan. En actie! Hé, papa, wow! Geen idee. Het voelde alsof ik van binnen helemaal in brand stond. Maar op een goede manier. Weet je? Denk je dat je onverwoestbaar bent? Ik voel nog niks. Misschien moeten we... Auw! Deed dat pijn? Ja, je sloeg me met een knuppel op mijn hersens. Hé, je doet geen pijn meer. Meen je dat? Geen schammetjes, geen beeld, geen kloppend gevoel? Nee. Geen bijverschijnselen? Nee, man. Ik ben oké. Dat ben je niet. Je bent gewoon onverwoestbaar. Ja. Dat is wel leuk. Oeh, we moeten sneller rijden. Oh, nee. Hij zit bij de muziekshow. Oeh, ik weet het. Als ik morgen kom werken, dan moet Schwartz weer een knuppel op mijn kop slaan voor het gezicht van Ray. Ja, dat is goed. Ja, toch. Hey. Mag ik? Voor de lol? Doe maar. Ik ben een genie! Wat? Hoi, tante Sharona. Oh, hey. Dat is er. Nou wel, dit is Henry. Jij gaat logeren bij hem thuis. Hoi. Hey, wat leuk om je te ontmoeten. Logeer bij mij thuis. Wat doe je? Ik bedoel dat ze daar ook voor kan kiezen. Nou, ze kan toch wel. Ik heb namelijk geen kat of pinda's. Maar ik ook niet. Mevrouw Schepen, ik wil ook bevorderen. Hey, wie heeft het nummer verkeerd geraden? Ik, dat was ik. Dat betekent dat ze bij mij moet logeren, toch Noël? Dacht het wel. Oh man, dit is echt zielig. Oh, Charlotte. Alsjeblieft, ga naar je les. Maar ik... Oké, jullie zijn allemaal knettergek. Ik ben het serieus. Jullie zijn... knettergek. Je weet dat het zo is. Ik weet dat je me irriteert. Kom op, je hebt mijn vorige vriendin uit het raam geduwd. Ja, maar dat was alleen maar omdat ze Charlotte achterna zat met een stuk gereedschap. Oké. Waar gaat deze puberpingpong over? Oké, als twee jongens, die vrienden zijn, hetzelfde meisje leuk vinden. Welke jongen krijgt haar dan? Ja, wie krijgt haar dan? Krijgt haar? Wat bedoelen jullie daarmee? Oh, volgens mij bedoelen ze welke jongen haar dan bezit. Ja, zeg maar, wie mag haar hebben? Voor zichzelf. Jongens, mevrouw Shepens nichtje is een persoon. Ze is niet een voorwerp of het eigendom van een van jullie. Ze is niet een of andere helft van een broodje. Waar heeft ze het over? Ik bedoel, vraag haar allebei mee uit en laat nu wel zelf beslissen met wie van jullie zij een avondje uit wil gaan. Noël laten beslissen. Oh ja, geniaal. Wat? Zijn jullie soms te bang om Noël te vragen met wie van jullie ze uit zou gaan? Ja, te bang? Nee. Oh, zeker niet. Ik ben echt niet bang hoor. Ja man, dat durf ik zeker wel. Ik ben bang voor niemand. Kijk, je bent een honkbalknuppel. En dan verstop je in dat bosje. Ik wil niet meer aan Bish denken, oké? En aan dat stomme gevecht, want ik kan Piper op de dank. Oké, want ik ga niet. Oh, kinders. Oké, Ray. Misschien wil je ons even vertellen wat er aan de hand is? Tuurlijk. Wij gaan jou voorbereiden op het gebrul in de hal. Inderdaad. Wacht, hebben jullie het over het Bish Bilsky tegen Charlotte gevecht? Nee, hoe kan Ray dat nou weten? Kijken jullie niet naar het nieuws? Welk nieuws? Dit. En tenslotte een verhaal van de Swellview High School. Komt er een mega groot lelijk gevecht? Blijkbaar gaat Bish een onschuldig tienermeisje pakken, genaamd Charlotte of iets dergelijks. Op maandagochtend, net voor school begint. Wauw. Maar ik wil helemaal niet vechten. Ik hoef niet te vechten als ik niet wil vechten, toch? Geen zorgen, want ik heb hier voor jou de beste persoonlijke gevechtsinstructeurs die gratis langs wilden komen. En wie is die persoon? Ah, dit is Kevin. Kevin is... Ah! Doe je pas als ik zeg dat het oké is. Het is aan de hand. Gast, hey, hou op. Hou op. Nee, laat liggen. Laat liggen. Genoeg. Kijk, Kevin is een straatvechter. Hij gebruikt allerlei objecten en voorwerpen die je kan vinden op straat. Objecten en voorwerpen zijn toch hetzelfde? Doe eens even niet zo bij de hand. Oh, sorry. Goed. We gaan allemaal samenwerken en we maken van jou een snelle, sterke, bish-bashende machine. Maar ik wil helemaal niet... Dat is mijn datemix. Kijk eens aan. Gevechtsmontage. Nee. Wacht, waarom moet ik een blinddoek om? Anders gebruik je supersnelle reflexen. En 1, en 2, en prep, en schot. Nice. En nu... Goed zo! Alles oké? Nee! Hij is oké. Pak hem! Goed! Ik wil dit spelletje niet meer. Oh. Goed, wat heb je bij de eerste vraag? De eerste vraag, wat heb jij daar? Ik heb B. Ik heb B. Dus ja, ik heb B. Oké, en wat heb je bij vraag 2? Bij vraag 2, dat was een lastige, hè? Wat ben jij daar? W. W. Ik heb een W, wacht, W? Ja, van waarom kopieer je mijn antwoorden? Doe ik niet. Waarom ben je aan het liegen? Oké, we gaan door. Dus, wat heb je bij vraag nummer 3? Wc. Kom op. Nee, serieus, ik moet naar de wc. Wat? Hey Charlotte, wil je ons helpen met dit spandoek? Oh ja, maar kan ik eerst even snel naar de wc? Nee, het moet nu. Oh, oké. Pak dat gele touw en trek hem omhoog. Okidoki. Henry, denk je dat het zo recht hangt? Ja, heel mooi. Henry! Maak je nu foto's van mijn huiswerk? Wat? Nee. Ik maak selfies. Oké, Charlotte, zo lukt het wel. Ah, top. Maar waarom sorry? Oh, dit is gewoon iets uit onze familie. Ja, we hangen dit spandoek op als mijn vader een sollicitatie heeft gehad. Nee, ik ben klaar met wiskunde. Dus? Ik ben klaar om je Engels over te schrijven. En ik wil nu heel graag naar de wc toe. Maar mag ik je Engels voordat je gaat? Nee, ik ga naar de wc. Mag ik het daarna hebben? Zit stil, ik krijg hem niet los. Ik ben druk bezig, wil je hem los of niet? Ja, oké, zit al stil, oké. Ik moet even... Ja, dit is gewoon perfect. Ik weet het, hoor ik vaker. Hey, stop met zoenen. We hebben een crisis beneden. Wat? We zoenen niet. Ik probeer die beugel los te krijgen uit haar mond. Ja, ik moest hem indoen voor Wijver en nu zit hij vast. Hey, mijn beugelbakje. Hoe kom je hier aan? Dus dit is jouw beugel? Als hij daarin zat, zeker weten. Dus eigenlijk zoen je nu met mij. Eeuw. Maar waar is Otto? En wie is Kid Danger? Hey Henry, wat is er? Hey, heeft Schwartz de Otto-kloon al klaar? Momentje. Schiet het op? Ik denk het. Ja, hij denkt van wel. Oké, zeg dat hij doorwerkt, want er komt een vogelspurende slang langs die Otto in mijn kast gaat vinden en dan hoort iedereen... De maanlanding was nep! Hé, wacht eens, Otto zegt niet meer... En wie is Kid Danger? Oh. Kun je Otto niet stiekem wegbrengen voordat die slang bij je thuis is? Omdat mijn huis is omsingeld door mensen met foto's van een kaars op hun telefoon. Meer geld doneren aan Piper's crowdfundactie. Ik moet die nieuwe vogel. Henry zegt dat je moet opschieten met het klonen. Oké, als iemand zegt opschieten met klonen, gaan er zeker dingen mis. Maar het is veilig toch? Je hebt eerder dingen gekloond. Ja, ik heb mezelf gekloond. Ik bedoel... Ik heb zelf al heel veel dingen gekloond, maar niet mezelf. Schwartz, heb jij zelf gekloond? Nee. Ja, maar de manier waarop je... Nee, ik geef me wel het idee dat het waar is. Ja, dat denk ik dus ook. Ja, die lange neef is wel zo'n leugen, hè? Oh, absoluut. Een korte nee is meestal waar, maar een lange neef is duidelijk. Oh, mooi, de kloon is klaar. We kunnen weer door. Precies op Otto. Ja, dat was ook de bedoeling, lief. Hey, is hij echt helemaal precies hetzelfde? Zo ongeveer. Alleen zegt deze niet, Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Hey, Hoe lang duurt het? Die slang is inmiddels hier. Ja, er was een klein probleempje met de eerste kloon. Oh, maar de nieuwe kloon is klaar en we komen er nu aan. Wacht. Wat was het probleem met de eerste kloon? Swat zei Henry's Kid Danger waar hij bij was en... Henry's Kid Danger! Henry's Kid Danger! Henry's Kid Danger! Henry's Kid Danger! Ik bel je terug. Henry's Kid Danger! Nee. Charlotte, gaat ie? Ja, niks aan de hand. Fijn, maar ik zou wel uitkijken voor die leeuw daar. Ja, ik heb je, kom maar. Ik trek je omhoog, kom. Wat doe je nou? Dit is net als mijn droom. Welke droom? Dat wil ik niet vertellen. Wow, daar mag je niet komen, tenzij je een leeuw bent. En dat ben je niet. Oké, klim omhoog, Charlotte, dan trek ik je eruit. Nee! Waarom niet? Omdat jij net terugkomt van de wc en meestal was je je handen niet na afloop. Gadver, is dat waar? Hey. Waarom klim je nou op dat houten boomding? Omdat ik mezelf ga redden. Je weet dat leeuwen goed kunnen klimmen, hè? Meen je dat? Ja, en ze kunnen ook angst ruiken, dus... Probeer niet bang te zijn. Dat doe je niet goed! Vooruit, oké, kom op Charlotte en pak mijn hand. Weg! Wat doe je nou? Ik wil niet dat je me redt. Waarom niet? Omdat ik wil niet dat je me zoent. Waarom zou ik je zoenen? Ja, waarom? Kun je even weggaan? Oh, net nu het spannend wordt. Dan ga ik mijn rondje maar doen. Maar waarom zou ik je zoenen? Omdat je dat bijna deed in mijn droom. Weet je nog dat ik in slaap viel in de mancave laatst? Ja. Ik had een droom die precies hierop leek. Maar toen je me aan het einde omhoog trok om me te redden, hebben we... Wat, gezoend? Dat gingen we doen, ja. Ja, maar dat was dus een droom. Oké, Charlotte, maar op dit moment word je bijna opgegeten door een echte leeuw die je angst ruikt. Hij heeft honger! Ga eens weg, Fran! Sorry. Ik voel me heel ongemakkelijk door die dromen, want ik zie je helemaal niet zo. Ik jou ook niet. Herinnering, leeuw! Maar waarom heb ik die droom dan toch steeds? Ik weet niet, Char. Dromen zijn raar, oké? Kunnen we alsjeblieft verder praten nadat ik je gered heb? Hé, moet je zien, daar loopt een echte leeuw! Dat je me niet gaat zoenen? Weet je wat? Ik kijk je niet aan. Wat dacht je daarvan? Pak gewoon mijn hand. Pak gewoon mijn hand. Ik kijk weg. Ik kan je niks tussen. Ja. Kijk weg. Oké. Oké. Zie je? Ging goed. En er wordt niet gezoend. Oké, het is tijd voor het zoenen. Dat gaat niet gebeuren. Hey, sorry dat het zo ongemakkelijk werd door mijn droom. Ja, maakt niks uit. Ik ben blij dat alles weer normaal is. En dat die leeuw je niet op had. Ja, echt hè. Zin in een weddenschap? Oké. Als ik deze bal mis, gaan we zoenen. Wat? Oeps. Wat gebeurt hier? Stil, Henry. Ik ben even bezig hier. Wat? Zei je nou net lippen? Wat? Nee, ik weet niet wat dat woord betekent. Er hangt een mobiel aan je hoofd. Oh, ja, dat was... ik verwachtte iemand, dus ik had hem vast klaar, weet je... Waar blijft die lift nou? Henry, ga je nou neerstorten met dat ding? Ja, ik denk het wel. Hoe gaat het daar in de mijnkeet? Slecht. Ik kan de kettingreactie niet stoppen. Maak dan dat je wegkomt. Oké, ik heb Drex met een drone naar de politie gebracht. Hoe gaat het daar? De Zeppelin stort neer op Mount Swellview met Henry er nog op. Wat? Charlotte, als je de mancave niet kunt redden, zorg dan dat je weggaat. Misschien kan ik de mancave computer gebruiken om de Zeppelin... Nee, Drex heeft de bediening gesloten. Je kunt helemaal niets doen, dus ga weg. Ik laat je echt niet achter. Jasper, hou haar weg daar. Maar Henry... Nee. Kom mee. Ah. bloem gekust? Nee! Zij kuste mij. Oh, dat meen je niet, hè? Wat? Je hebt niet goed opgelet. En je hebt een crimineel laten ontsnappen omdat het toevallig een mooi meisje was. Maar wel een heel erg mooi meisje. Zo, de handboeien zijn los. Ray, het spijt me. Ik heb echt geprobeerd die muurbloemen te vangen. Oké. Hadden we maar wat meer informatie. Zoals waar hun schuilplaats is of wanneer ze weer willen toeslaan. Heeft dat meisje iets gezegd waardoor we ze zouden kunnen vinden? Of alleen haar? Ik zal morgen op je wachten. Om middernacht. Recht onder het bord van Swellview. Kom alleen. Nee, ze zei helemaal niks. Echt niet? Want het leek alsof jij ergens aan moest denken. Ja, waar stond je aan te denken? Hé, ik weet niet eens hoe je heet. Je mag 3 keer raden. Hier is een hint. Veronica. Dat is een hele duidelijke hint, Veronica. Waar is dit voor? We beginnen met het grote Swellview-bord. Wacht, nee, ben je gek geworden? Ga je nu echt doen als een Herbert? Ik ben helemaal geen Herbert. Dit bord is eigendom van onze gemeente. En ik wil niet dat je er iets illegaals mee doet. Oh, dus omdat iets illegaal is, vind jij het meteen verkeerd? Ja. Ik ben een kunstenaar. De muurbloemen zijn kunstenaars. Hou je niet van kunstenaars? Tuurlijk wel. Maar waarom moet iedereen in Swellview gedwongen worden om naar jouw kunst te kijken? Huh? Waarom word ik gedwongen om naar gigantische billboards met advertenties te kijken waar ik niet om gevraagd heb? Zoals van advocaten en luiers. Misschien hebben sommige advocaten wel luiers nodig. Ik weet het niet. Misschien moeten we gewoon weer kussen. Een politiehelikopter? Heb je de politie gebeld? Nee. Maar ik wel. Captain Man, je zei dat je hier alleen was. Ik ook. Hoe heb je me gevonden? Ik ben je gevolgd. Toen heb ik me in die bosjes gestopt en ik heb gekeken hoe jullie kusten. Dat klinkt misschien vies, maar het is mijn werk. Captain Man, kijk eens. We zijn hier boven. Dat weet ik. Wij zitten in de helikopter. Dat weet ik. Oh. Je had hier niet moeten komen. En jij had niet moeten liegen tegen mij. We moeten de stad beschermen tegen tuig zoals zij daar. Ik wil niet dat je haar tuig noemt. Tuig? Ze is geen tuig. En jij noemt er helemaal nergens heen. Oude man. Hoe durf je? Je weet dat mijn leeftijd gevoelig ligt. Tussen haakjes, ik ben pas 34. En nu gaat ze de gevangenis in. Kom hier. Blijf van me af. Laat haar met rust. Dat was niet oké. Kom op, we moeten gaan. Maar de helikopter heeft een zoeklicht. Hij zal ons volgen. Niet als ik hun licht uitdoe. Ah, wegmoed! Misschien moet je richten. Hé, het licht is uit. Heb je dat? Zo, hoe voelt het om stout te zijn? Dat voelt goed. Wauw. Man, dat was een heftige afdaling door de buizen. Klaar voor activatie. Oké, jongens en meisjes. Zeg maar voorgoed vaarwel tegen Henry zijn kleine zusje. En zeg hallo tegen onze concertkaartjes. 3, 2... Hey, wacht! Wacht op wat? Nou... ik wil op de knop drukken. Ja. Wil je wel opschieten? Ik moet naar de wc, heel nodig. Druk gewoon op de knop, oké? Wat als de concertkaartjes in haar broekzak zitten? Ja, als we Piper laten verdwijnen, verdwijnen haar kaartjes misschien ook. Daar had ik niet aan gedacht. Inderdaad, en daarom ga ik wel even naar haar toe. En als Henry de kaartjes gevonden heeft... kunnen we met z'n allen naar het concert van de Hawkins. Absoluut. Vooruit, Henry. Je hebt 30 minuten. Haal die kaartjes van je zusje, of ze zal voor eeuwig verdwijnen. Goed. Ik ga even naar de kapper. Maar ik heb al 3 vrienden meegevraagd naar het concert. En ik geef de andere 4 aan arme kinderen. Wauw. Wat? Je bent zo lief. Oh, wat lief dat je zegt dat ik lief ben. Oh, vind je het leuk als ik een taart voor je maak? Ja, dat ben ik eigenlijk wel. Captain Man? Oh mijn hemel, wat een fantastische verrassing. Kop dicht. Oké. Ik dacht dat jij naar de kapper zou gaan. Dat klopt. Maar toen bedacht ik me dat mijn haar al perfect is. Heb je de concertkaartjes al gekregen? Nee, nog niet. Ik ben er nog mee bezig. Nou, kleine meid, dan heb jij een probleem. Ja, ik begrijp het. Doe maar wat je moet doen. Waarom nemen we niet een stukje taart? Je bent een watje, Kid Danger. Jij bent toe aan een dubbele dosis vitamine vuist. Laten we erover praten. Hey meisje, wil je me even helpen alsjeblieft? Ik wil wel, maar ik heb besloten om nooit geweld te gebruiken. Oh, echt? Nee! Oké, jongens, ik moet er nu vandoor. Wacht, waar ga je naartoe? Naar mijn vrijwilligerswerk. Wat is er met jou in de hand, Kid? Je gedraagt je raar sinds jij en Charlotte omlaag kwamen door die buizen. Waarom? Dat kan ik je niet zeggen. Jij zegt me nu wat er aan de hand is. Of ik druk mijn vingers zo in je gezicht. Oké. Ik ben niet Henry die je kent. Wat wil je zeggen? Ik kom uit een omgekeerd universum, net als Charlotte. En we willen gewoon terug naar huis, dus doe alsjeblieft niet je vingers in mijn gezicht. Oké. Daar ben ik dol op. Wat? Een lekker kusje van mijn favoriete musje. Ja. Nou, het is al 5:30, dus ik ga de bank van Swellview overvallen. Oké, schatje. Overval ze maar eens goed. Oh, dat komt wel goed. Ik hou van jou. Ja, dat klopt. Dus. Charlotte. Ja, Henry? Wie vind je eigenlijk de allerknapste man van Swellview? De allerknapste man van Swellview. Ja. Hey, wat dacht je van je vader? Ja, jouw vader is hot. Ja, nou, dat klopt. Ja, dat zo zou je dat kunnen zeggen. Inderdaad. Wacht eens even, jongens. Ja, wat is er, gast? Gewoon een kleine herinnering. Ik ben al meer dan 12 jaar lang de allerknapste man van Swellview, dus niet echt een wedstrijd. Nou... ja, maar je bent al best al oud. Ben ik oud? Ja, ik bedoel, waar ben je? Over de 50? Gebruikte jij nou het V-woord? Hé, hey, luister, ik zei alleen... Ik ben 35, Henry. Dat weet je best. Je hebt al best een beetje last van haaruitval. Wat zei jij daar nou tegen mij? Hé, hey, waar is Gwen? Gwen is zich aan het klaarmaken voor een overval op een bank. Of... misschien gaat ze geen bank overvallen. Misschien heeft ze een afspraakje met iemand anders. Ze gaat een bank overvallen. Of misschien heeft ze wel een afspraakje met iemand die bij de bank werkt. Dat slaat nergens op, dat kan helemaal niet. Oh jawel. Geloof het nou, Ray. Gwen wil jou helemaal niet. Ze wil liever iemand die bij de bank werkt. En weet je waarom? Omdat hij veel knapper is dan jij. Onmogelijk! Ja. En hij is waarschijnlijk pas begin 30. Nu is het genoeg! Ja, en die jongen die kust echt zo goed. Oh, Gwen. Je kust als een prinsesje. Oh, je lippen smaken naar appeltaart. Het is niet mijn schuld dat ze op jongere mannen valt. Oh, is net zo'n grijze haar. Hier, is dit een grijze haar? Hier, blijf doorgaan. Hij moet nog bozer worden. Ja, daar ben ik mee bezig. Kom op. Is dit alles wat je kan? Is dit alles wat je kan? Dit is echt supercool om te zien. Ik ben blij dat je het naar je zin hebt. Doe maar. Ze maakt waarschijnlijk muffins voor heel veel verschillende kerels. Ze maakt alleen muffins voor mij! Henry, kom maar. Ga staan. Oh, nee. Ray, niet doen! Volgens mij is het gelukt. Moet je het zien? Het is gebeurd. Ik was verliefd. Op een vrouw. Gwen. Ja. Zij gaf jou een liefdesmove in. Ja, en toen moest ik je heel erg boos maken, zodat je boosheid sterker zou zijn dan je betoverde muffingevoelens van liefde. Dat klinkt logisch. Waarom heb je Swats in een emmer met haver gestopt? Omdat ik nou eenmaal de baas ben hier. En hij had steeds over blauwe chips en hoe lekker die zijn. Die zijn ook lekker. Veel lekkerder dan die vieze rode chips. Wat zeg jij daar, mannetje? Oh, kom op jongens. Dit is zo dom. Dom? Hoe kun je dat nou weer zeggen? Luister, welk chip je er ook zou winnen, er verandert toch helemaal niet. Ik bedoel, weet je nog toen de smaak nacho cheese uitkwam voor chips en iedereen dacht dat die de wereld zou veranderen? Nou, dat gebeurde niet. Toen kwamen ze met zure room en uiensmaak en niks veranderde. Toen augurkensmaak, toen groene salsa. Elke 4 jaar komen ze weer met een nieuwe spannende smaaksensatie. Maar kijk om je heen mensen, er is niets veranderd. Ja, denk daar maar eens over na. Een noodgeval. Het is de videotelefoon. Zet hem aan. We zijn niet in uniform. Ik ga onze camera toch niet aanzetten? Denk je dat ik hier vandaag voor het eerst werk? Nee. Help! Alsjeblieft! Captain Man! Captain Man! Dit is Captain Man. Wat is uw noodgeval? Nou, ik was aan het wandelen op berg Swellview en toen kwam er een lawine en toen viel ik. Er ligt een grote rotsblok op mijn benen, ik kan niet bewegen. Er vallen meer stenen naar beneden. Help alsjeblieft, Captain Man. Kid Danger, help me. Oké, maak je geen zorgen. We komen er zo snel... Wacht, wat stopte je daar in je mond? Oh, dat is een blauwe Frittle-chip. Die zijn zo lekker. Oh, dus jij gaat dinsdag voor blauw? Ja, denk het. Goed, dan red je jezelf maar. Wat? Dus je gaat die man niet helpen omdat hij voor blauw heeft gekozen? Misschien ja. Oké, ook goed. Dan ga ik niemand meer helpen die voor rood kiest. Wow! Jullie kunnen niet zomaar besluiten om mensen niet meer te helpen omdat ze voor andere chips kiezen. Oh nee, want volgens mij heb ik dat net besloten. Ray Manchester! Oeh, betrapt. Ons werk is het helpen en beschermen van alle burgers van Swellview. En dat betekent iedereen. Ongeacht welke kleur chips mensen nu eenmaal lekker vinden. Dus jullie moeten je niet bezighouden met snackjespolitiek. Heb jij de paas of zo? Ja, maar hoeven niet naar jou te luisteren. Wat zeiden jullie? Nee, ik weet niet. Ray! Henry! Wat? Er is ingebroken in de Frittelfabriek en de dieven hebben een hele lading met Frittelchips. Welke kleur hebben ze meegenomen? Rood! Yes! Oké, moet ik het nog een keer met jullie erover hebben? Nee. Oké. Jij gaat op zoek naar die vrachtwagen, dan ga ik naar die man die is gevallen. Juist. We moeten besluiten voor welke Frittle chips we dinsdag moeten kiezen. Dus we willen het weten. Wat weten? Voor welke smaak Captain Man en Kid Danger gaan kiezen. Wij gaan stemmen op de smaak die jullie willen. Ja. Nou, rood. Zeg het maar. Ja, kijk, ik kies voor... Dus jullie moeten je niet bezighouden met snackjespolitiek. Nee, het spijt me jongens, maar Captain Man en ik houden ons niet bezig met de snackjespolitiek. Dus jullie zouden je eigen... Wat? Oh ja, kinders, zeker. Als jullie mij leuk vinden, Captain Man zegt kies voor de razend rode rammer. Oh nee, jij zou helemaal... Stem op blauw. Hou op man, nee, oké. Jullie zeggen dat ze op blauw moeten stemmen. Zelf jongens, op. Kies voor rood of kies helemaal stem niet. Stem op blauw. Razend rode rammer. Oké, weet je wat? Het maakt helemaal niks uit wat Captain Man... Ja, oké. Chillen, ja. C-H-I-L-L, chill. Nee, ik ben een volwassen man en ik bepaal zelf wel welke snack ik... Oké, hey, kijk, dat ik je net in het gezicht heb geraakt wil niet zeggen dat... Oh. Weet je nou? Oké. Ja? Oké, nee. Jongens! Nee, die gast vraagt er zelf om, meneer. Mag het niet? Hij vraagt er zelf om. Oké. Waarom nog een keer in je gezicht? Maak jij dan maar eens kennis met mijn Frittelvriend. Oké, recht in mijn oog. Oké. Zo is het genoeg. Wil je het zo gaan spelen? Zo is het genoeg. Wil je het zo gaan spelen? Oké, hier. Afblijven. Aan de rechterkant zien we staan. Broford One. Broford One. Ja, inderdaad. Dat zijn wij. Neem dat maar van ons aan. Oh ja, dat is wat het is. Hallo allemaal. En aan de andere kant staan. De Jumping Jaspers. Oké, beide teams. Ik wil een fijne, eerlijke wedstrijd. Geen gespuug, niet slaan met de bal, geen geneusspeuten. Ja! Je gooit toch geen bal tegen mijn voet? Echt verdorie. Bart is weggevlogen. Jasper, kijk. Wat? Je recht eruit. zag ze niet. Dat meisje is nooit geraakt door een bal. Ik heb haar er niet uitgeroepen. Dus jij hebt verloren! Maar ze lacht er al lang uit. Heb jij een grote mond daaruit? Kom, zij eruit! Oké, dan wedden we. Ja, dan wedden we. Dan ben ik voor team Henry. En ik ben voor team Ray. Blijf hem af. Waar wedden we om? Waarom wedden? Als ik Piper een driftbui kan bezorgen, dan eten jij en Charlotte deze hele emmer vol met rauwe pompoen-ingewanden. Dus, als het niet lukt om haar een driftbui te bezorgen, dan moet jij en Jasper die hele smerige emmer eten met rauwe pompoen-ingewanden. Ja, en dat dragen wij een zwembroek. Wat? Ik zei net dat we een zwembroek aandoen als we die... Huimen. Dat is de weddenschap. Zeker weten. Wauw, Captain Man. Wat kom jij hier doen? Terwijl je hier niks te zoeken hebt en je nu eigenlijk ergens anders moet zijn. Ja, wat kom je hier doen? Ja. Nou, jij bent toch de voorzitter van mijn fanclub, de Man-Fans? Dat klopt, ja. Of misschien toch niet. Wat bedoel je? Het spijt me, maar een voorzitter van de Man-Fans moet eigenlijk minimaal 1,40 meter lang zijn. Dat is zo. Ja, ik ben 1,40 meter. Ha! Oh, sorry, ik moest... hoesten. Ja, weet je wat? Wat ik eigenlijk wilde zeggen was... je kan geen voorzitter zijn van de Man-Fans als je 1,40 meter lang bent. En dat ben jij dus wel, dus... sorry. Wat? Dat is zo dom. Hé, ik heb het niet bedacht. Nou, wie dan wel? Een persoon. Dit is belachelijk! Piper, denk aan je balletje knijpen, je balletje knijpen. Nee! Ik ben gekozen als voorzitter van de Man-Fans. Gewoon zoals het hoort. Ja, maar toen was je waarschijnlijk nog maar 1,38 meter, dus... kijk, ik zou even je balletje knijpen. Nee! Iedereen blijft uit de buurt van mij en mijn balletje. Ik sta niet toe dat ik een driftbui krijg, want ik heb geleerd dat als ik wel een driftbui krijg, dat ik dan... Ruik ik nou kreeftenballetjes? Wie is deze man? Oeh, Piper's collier is van haar nek gevallen. Piper, kom op hè. Er is geen reden om boos te worden of zo. Het is oké. Geen reden? Ik had een pony die zomaar van me is afgepakt. Ik ben ontslagen bij de Man-Fans vanwege mijn lengte. En toen viel er een gestoorde man dwars door het dak en die eet nu al mijn kreeftenballetjes op. Maar Jasper heeft wel een mooie nieuwe zwembroek. Ja, weet je nog hoe blij je werd van zijn nieuwe zwembroek? Ik ben van gedachten veranderd. Wacht. Balletjes. Ik ben niet oké! Oh. Ik ben oké. Denk je echt dat Henry liegt dat hij ziek is? Ik weet dat hij heeft gelogen. Ray Manchester, hoe kun je dat nou zeggen over Henry? Oh, oké, dus jij denkt dat het waar is? Inderdaad. Nou, ik denk dat hij loopt te liegen. Dus... we gaan op onderzoek uit. Wacht eens even. Schwartz. Doe me alsjeblieft geen pijn meer. Nee, ik heb een opdracht voor je. Ik wil dat jij jezelf gaat vermommen. Oké, verkleedpartijtje, leuk. Ja, en dan wil ik dat je langs gaat bij Henry's huis. Je hangt wat verborgen camera's op en microfoons. En dan kunnen we hem bespioneren. Oh, gaan we spieken bij Henry? Yep. Wow. Is dat Henry's kamer? Yep. Maar hoe kunnen jullie nou videobeelden... Zie je wel? Zie je Henry? Hij is niet ziek. Hoe weet je dat nou? Kijk Kijk dan naar hem. Zie hem zitten in zijn bed. Met een grote soepkom vol chili. Dat is gewoon tomatensoep, hoor. Jij staat veel te ver van het scherm. Kijk dan, hartstikke donker en dik met stukjes. Ik herken chili uit duizenden. Volgens mij is dat gewoon tomatensoep. Nee, het is geen soep. Jeetje, Jasper, als jij geen verschil ziet tussen tomatensoep en chili, dan mag je niet eens naar mijn schermen kijken. Oh, Ray, je gedraagt je nu echt als een kind. En ik zou nog eens iets vertellen. Henry is je hulpje en hij is een hele verantwoordelijke jongen. Nice. Ja. Zo, terug naar Kid Faker. Ray, luister even. Henry en ik zijn echt al jarenlang beste vrienden. Oh, wat is nou je punt, jongen? Ik denk gewoon dat als hij zat te faken, hij het mij wel gezegd had. Ja. Gasten vertellen hun vrienden bijna alles. Hun gedachten, hun geheimen. Ja, dat is waar. Maar toen je mij vertelde van die keer dat je naar Martenswijn gaat... Dat moet je dus niet zeggen, Schwartz. Jasper. Ik wil dat jij even je borst gaat scheren. Mijn borst? Waarom? Jij krijgt een paar draden. Draden? Ja, Schwartz gaat een geheime microfoon op je borst vastplakken. Wauw. Je gaat met Henry afspreken bij de Parkway Diner. En ik verstop me vlakbij. Oeh, en wat dan? Je gaat hem wat vragen stellen over zijn ziekte. En ik weet zeker dat hij dan toegeeft dat hij loopt te faken. Ray gelooft niet dat je ziek bent en heeft Schwartz gestuurd. Vermomd als loodgieter om camera's en microfoons in je huis te plaatsen. In mijn huis? Ja, en ze hebben je de hele dag al bespioneerd. Ze hebben alles gezien, zelfs dat je tomatensoep hebt gegeten. Maar dat was mijn privémomentje met mijn lievelingssoep. En nu heeft Ray Jasper een microfoon gegeven voor zijn afspraak bij de Parkway Diner, waar hij hoopt dat je toegeeft dat je niet echt ziek bent. Wat, maar ik ben echt ziek. Wacht, draagt Jasper een microfoon? Ja, en Ray gaat stiekem staan luisteren naar wat je allemaal te zeggen hebt. Ah, oké. Nou, als Ray wil luisteren naar wat ik te zeggen heb tegen Jasper, dan zal ik zorgen voor iets heel goed. Je weet toch dat ik me ziek heb gemeld op het werk? Ja? Nou, ik was aan het faken. Oh. Ik wist het! Waarom heb je dan gezegd dat je ziek was? Zweer je dat ik je kan vertrouwen? Natuurlijk! Een vriend verraadt je toch niet, of wel? Nou... Kom eens hier. Ik ben er klaar mee om Ray's hulpje te zijn. Maar waarom? Wil je geen misdaad meer bestrijden? Oh, jawel, maar... Gast, heb ik Captain Man toch niet nodig? Nee, Ray is onze vriend. We kunnen hem toch niet... Oké, doe mee. Huh? Doe je mee? Och ja, meneer, wat jij maar wil. Ik doe mee. Oké, Henry. Hoe wist je dat Jasper een microfoon draagt? Nou ja, ik ben niet achterlijk. Ray, ik wist niet dat jij ook zou komen naar dit restaurant. Hou maar op, jongen. Dat je mij zat te bespioneren. Ja, nou dat had ik niet hoeven doen als jij niet had gelogen over je zogenaamde ziekte. Ik heb niet gelogen, gast. Ik was verkouden, hè? Een soort van griep. Oh ja, want iedereen die de griep heeft kan niet wachten om lekker een grote bord met chili te eten. Ja, dat zag ik. Dat was tomatensoep. Soep, oké. Natuurlijk was het tomatensoep. Waarom staan wij nog hier? Als morgen maakje boven is om iets heerlijks te kopen. Omdat we sukkels zijn. Kom op, we gaan. Jongens. Ik zei toch dat ik de lift net heb uitgezet. Ja, maar zet hem dan zo weer aan. Dat kan pas als het hele systeem is geüpdatet. Oké, jongens. We hebben bijna een kilometer voor de boeg hier. Het zijn precies 242 verdiepingen. Dat kunnen wij. Niet vergeten, je wordt niet moe als je niet stopt. Geen stoppen, geen gestopt. Ik zie jullie boven. Ah! minuten zelfs. Oh, ik kan vergeven. Hoeveel verdiepingen hebben we nu gehad? 5. En hoeveel moeten we er nog? 237. Ik heb hem al 10 minuten niet gezien. Schwartz! 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 Zo, daar is hij, geen stem. Schwartz! Schwartz! Wat doe je hier? Kom weer doen. Ik ben aan het sterven. Nee, je gaat niet sterven. We gaan gewoon door. Kom op, we moeten door. We moeten door. Kom op, sta op. Sta op, kom op. Kom op. Daar ga je, Schwartz. Kijk aan hoe opa dit had gedaan, hè? Een beetje team spirit, we zijn een team. Maak je er niet zo in gewikkeld, Schwartz. We kunnen dit als we met z'n allen vergaan. Eén voor allen, alle voor één. Teamwork, jongens. We laten niemand achter. Oh, hij is goed. Systeemupdate voltooid. Hier, neem maar. Oh jee, de buis in de lift doet het weer. Wat? Echt waar? De buis en de lift doen het weer? Ja, dus ik denk dat ik nu even naar... Oké, doei. Kom op, we gaan. We moeten naar boven voordat het afgelopen is. Het laatste is een rotte vis. Ja. Ik ben er! Ik ben er! Ik ben er! Jammer dan, kid! Nee. Kom op, dit kan niet waar zijn! Hé, hoort niemand daar! Hey, kom op! Kom op! Man! Oh, ik kan echt die 240 verdiepingen terugrennen voordat Henry... Hé, wacht eens even. Ik ben onverwoestbaar. Ja! Yes! Yes! Ik ben er! Wat is dat geluid? Is dat? Oh mijn god, is dat? Ray? Yes! Wat? Yes! Ik ben oké. Ben je gewoon van boven naar beneden? Jij bent om te praten. Ik ga hem ook. Ray! Dus? De deur boven staat dicht. Kom dicht. Oké. En we zijn klaar. Ja! En het is een wrap. Wat is dat? Is het afgelopen? Ja, we zijn klaar. Hoe kan dat? We zijn nu nog ergens restjes. Nee. Het was zo lekker. Hallo allemaal. Misschien heb je nu wel door dat ik niet onder de douche sta. Dat valt je misschien ook op dat ik niet zing. En dat er geen muziek speelt op de... Dat er geen muziek speelt op de achtergrond. De reden dat ik niet zing is omdat ik... weg ben uit Swellview. Ik snap wat jullie denken. Oeh, Ray is weggerend omdat hij zich schaamt voor gisteren op de Swellview zomermarkt. Ja, dat is toch. Daarom ben ik niet weg. Ik schaam me niet. Ik ben weg omdat... ik kan me niet uit dit probleem vechten. Je hebt het gezien op die markt gisteren. Ik schaam me! Ja, nee, dat is wel. Dus het spijt me maar. Ik kan nooit meer terug naar Swellview. Geloof me, dit is een stuk moeilijker voor mij dan voor jou, mijn ontbijt. Ik moet gaan, doei. Wat moeten wij nu doen? Heeft u een baantje? Je burger, die wordt koud. Ik mag je, Hazel. Het is duidelijk dat jij en ik vrienden worden. Hazel en Ray. Hazel Danger. Ja, ik woon hier nu. Klein vraagje. Waarom komt er rook uit mijn burger? Weet jij nog dat de rammelaar inbrak in de mancave? Vervolgvraagje, waarom weet je daarvan? Dat is dezelfde soort rook die hij gebruikt om ons in te laten slapen. Was jij daar ook? En of ik er was, dude. We gaan weer naar huis, Ray. Zelfrijdende truck. Dingetje dat Schwartz heeft gebouwd. Dus die truck rijdt vanzelf. En dat is wat zelfrijden betekent. Ik weet wat zelfrijdend betekent. Waarom ben je zo kwaad? Vastgebonden, ik moet terug naar Swellview en jij eet al mijn frietjes op. Dat is waar. Ja, weet je wat ook waar is? Zodra we terug zijn in Swellview zet ik je af en maak ik rechtsomkeert. Die serveerster gaf me bijna een baantje. Die serveerster was ik met een masker. Oh ja. En dan nog iets, Hazel Danger, waar sloeg dat op, gast? Nee, ik wist dat jij het was. Je gaf net toe van niets. Jij was er niet bij, hè? Wat? Ik was er wel. Charlotte. Hallo? Al in de buurt? Het is bijna tijd voor Frankini. Oh nee, ik doe het niet! Ja, we zijn vlakbij en Ray is super enthousiast. Nee, niet waar! Ik vind het raar! Wat doe je? Nee! Kijk je nou in mijn telefoon en gooi hem uit het raam? Dat klopt en dat doe ik ook met jou als je niet omdraait. Dat doe je nooit. Doe maar! Hallo? Hallo? Rustig! Ga zitten! Wat is dit ding? Dit is voor het gesprek dat Kid Danger heeft met de burgemeester van Anderstad. Oh, nee. Wat voor gesprek? Is dat vandaag? Hij is gevraagd om superheld te worden. In Anderstad. Ga de geheugenwissen zoeken, Schwartz. Ik hoor het wel als je die baan hebt. Okay. Doei! Oh ja? Luister, ik kan het uitleggen. Dus, hoe lang denk je er al over om bij me weg te gaan? Luister, ik wil echt niet bij je weg, oké? Ik wil die baan in Anderstad. Waarom staat die kist dan hier? Omdat de burgemeester me maar bleef bellen. Oké, dus ik dacht dat ik hem beter gewoon kon laten komen, zodat ik nee kon zeggen en daarmee klaar. Ja, oké, ja. Ik zeg, laten we maar kijken dan. Alles uit Anderstad is toch gesuf. Kid Danger. Anderstad zoekt een superheld en ik dacht aan jou. Dit ziet er niet suf uit. Als eerste, wat dacht je van je eigen de Danger Cave? En je bent nooit eenzaam dankzij je nieuwe huisgenoten, deze cheerleaders. Yeah! Die wil naar cheerleaders. Ik weet wel iemand. Kid Danger zijn nieuwe hulpje. Oh, Lil Dynamite! Dag meneer, bent u klaar voor iemand die u volgt en zegt hoe goed u bent? Ik bedoel, ik denk ja. Oké, wow, dat is zo fijn. En fijn dat u het zegt. Hou eens je kleine mond. En tot slot. Wat vind je hiervan? Je geheel eigen standbeeld. Oké, nou is het genoeg. Inderdaad, een standbeeld. Misschien moet je het baantje gewoon nemen, Henry. Wie is Henry? Doei! Volgens mij hij. Waar blijft die geheugenwisser, Schwartz? Ik wil de baan niet. Oh, serieus? Want ik begin te twijfelen aan je liefde voor Swellview. Aan mijn liefde voor Swellview? Meen je dit nou? Nou, ik zie niet echt veel toewijding. Ik blijf een jaar zitten op school vanwege mijn toewijding voor deze baan. Oh, mijn vrienden gaan weg en ik zit hier vast in Swellview om als hulpje levens te redden. Ja, precies. Ik was zo druk met andermans levens dat ik mezelf vergeten ben. Jij hebt gezworen deze stad te verdedigen. Toen was ik 13. Dus misschien wil ik dat nu niet meer. Ja, want je bent doodsbang dat je vast blijft zitten hier in Swellview met mij. Ja, Ray, dat klopt. Wie is Ray? Verdorie! Ik denk die gast. Waar is die verdraaide geheugen met zijn Schwartz? Ik wil geen hulpje zijn de komende 30 of 40 of 50 jaar. Maar dat was altijd het plan, man. Jij als mijn hulpje en dan neem jij het over als Captain Man als ik met pensioen ga. Nee, ik wil geen Captain Man zijn, oké? Ik wil nooit Captain Man zijn. Ik word nooit of te nimmer Captain Man. Psst, hij staat erbij. Waarom ben je hier dan nog? Dat is een goede vraag. Wat ga je doen? Ik stop. Hey allemaal. Ik ben Henry Hart. En ik was ooit Kid Danger. Oh, en Ray? Wat? Ik ben langer dan jij. Meneer, kunt u me naar huis brengen? Oh. Jij bent laat thuis. Hoe kom je? Wat doe je in mijn huis? Waarom ben jij hier? Omdat ik achterdochtig ben. Waarom? Waarom kwam je via het raam naar binnen? Omdat de voordeur op slot zat en ik had geen sleutel. Je weet dat er altijd een reservesleutel onder de deurmat ligt. Wat een enig shirt. Waar ben je geweest? Op mijn werk. Ik heb gewoon gewerkt. Meen je dat? Want ik heb troep en zo gebeld. En er nam niemand op. Oké. Wil je echt weten waar ik was? Ja. Wil je de waarheid? Ja. Ik ben jazzmuzikant. Echt bijna niemand weet het, maar in het geheim speel ik jazz. En de jazzclubs zijn ineens avonds laat geopend. Dus daar ben ik geweest. Bij een jazzclub. Muziek gemaakt. Met een trompet. Waarom deed je dat? Ik hoorde vanavond op het nieuws dat Captain Man en Kid Danger een brand hebben geblust in de siroopfabriek. Oh, echt waar? Ja. En jouw haar ruikt naar siroop. Inderdaad. Hoe kan dat nou weer? Misschien omdat jij Kid Danger bent. Wat? Wat? In mijn droom, ja. Het zou wel gaaf zijn, zo van... Oh, ja, en dan ben jij vast Beyoncé. Henry. Oké. Dit is een groot geheim. Wat ik je nu ga zeggen. Wat? Dat je Kid Danger bent? Hou op! Het is... Ik ben Kid Danger. Weet ik. Dat had ik al bedacht. Beloof me dat je het nooit aan iemand vertelt. Ik beloof het. Nee, je begrijpt het niet. Ik heb gezworen dat ik niemand zou vertellen dat ik het hulpje van Captain Man ben. Echt waar. Ik vertel het aan niemand. Dank je. Mag Jasper het weten? Wat? Nee! Wat zei ik nou? Oh, Charlotte. Charlotte, wat moet ik nou toch weer met jou? Dat lijkt me wel duidelijk. Wat dan? Geef me een baan hier. Jullie hebben me nodig. Eerst wil ik weten hoe jij die mobielhaai hebt gevonden. Nou, iemand met gewone tanden kan niet zomaar door een telefoon inbijten, toch? Oké. Dus toen ben ik alle tandartsen in Swellview gaan bellen tot ik er eentje vond die zei dat hij een patiënt had die een gebit wilde hebben van titanium. Een tandarts natuurlijk. Dat is zo dom van ons. Toen heb ik de computer van de tandarts gehackt, zo vond ik zijn naam en ik ben gaan zoeken. Oh, dat hadden wij moeten doen. Wat is er toch mis met ons? Charlotte, je moet nu bewijzen dat je slim genoeg bent om voor Captain Man te werken. Ik vond de mobiel-ei. Ja, dat kan iedereen. Nou, jullie dus niet. Oh ja, dat weet ik wel. Laten we het daar maar niet meer over hebben. Goed. Om te bewijzen wat je kunt, moet je die augurk uit die pot halen die Bork net stevig heeft dichtgedraaid. Hoeveel tijd heeft ze? Precies 5 minuten. Hier is je augurk. Dat was Bork's lievelingspot. Wacht, heeft Charlotte nu een baan? Ja, ze is aangenomen. Wacht, wil je iets cool zien? Ja. Omhels me. Vertrouw me nou maar. Wow. Hou op, zo niet gaan! Nog maar 4, tada! Hoi. Hey, alles goed? Ja hoor. Hey, omdat je huisarrest hebt, heb ik iets voor je meegenomen. Van yoghurt die yoghurt? Oh yes, fudge ice. Dank je, Charles. En, hoe is het op het werk? Oh, je weet wel. Druk bezig met racen e-mail. Ik heb onderzoek gedaan naar een paar criminelen. Hm? Oh, en ik ben op pad geweest met Ray. Waar ben je geweest? Op patrouille. Je weet wel, zo'n vliegt Ray een paar rondjes in de Mancopter. Even kijken of alles goed gaat. Heb jij rondgevlogen in de Mancopter? Ja. Dat is mijn taak. Dat weet ik. Ik ben Kid Danger. Ja, dat weet ik ook. Wauw. Wat? Wauw. Wat? Ik had nooit gedacht dat jij mijn baantje wilde afpakken. Wow, wow, even kleine kabouter. Ray vroeg of ik mee ging op patrouille. En kom op, denk je nou echt dat ik jou zou willen vervangen als Kid Danger? Nah, je hebt gelijk. Dank je. Ik zal nooit vervangen worden door een meisje. Wat? Een meisje? Oh, het spijt me. Ik bedoelde een jonge vrouw. Dat is hetzelfde! Wat is er aan de hand? Ik zei alleen maar dat... Zeg maar dag tegen je fitseisje. Oh, nee. Oh, niet met... Later. Wacht, niet zomaar weggaan. Weet je, ik wilde je baantje helemaal niet afpakken. Maar misschien doe ik dat nu lekker wel. Charlotte! Oh, nu heeft die eekhoorn mijn fudge-ijs. Oké, jullie kunnen me maar beter even met rust laten. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Oh, wat is er? Er is een illegale varkensboerderij in het zuiden van de stad. Illegaal? Yep. Er is een hele gemene varkensboer aan de slag. En als ik hem te pakken krijg, laat ik hem gillen als een speenvarken. Ik ga met je mee. Nee, Charlotte, dit is geen routineklusje. Dit is een echte crimineel die bovendien gevaarlijk is. Ik snap het. Ik wil heel graag mee als je hulpje. Jij kunt toch niet mee als een hulpje? Jij bent... Ik ben wat? Je bent mijn nieuwe hulpje. Oh. Mooi. Schwartz, mag ik Henry's reservekauwgom? Oh, ik weet niet. Misschien ben ik niet gekwalificeerd om mensen kauwgompjes te geven. Geef er die kauwgom. Blaas er maar. Ah. Kom op. Wacht op mij. Oh, sorry, gaat! En daarom vroeg ik om die deken. Hier heb je een tissue. Dat helpt helemaal niet! Waarom ben je zo boos? Het is alleen maar een beetje varkenspoep. Ik ben niet boos vanwege die varkenspoep. Ik ben boos omdat mijn vriend mij heeft uitgescholden voor een baardjespikker. En hij zei dat ik geen hulpje kon zijn omdat ik een meisje ben. Later zei ik, jonge vrouw... Dat is hetzelfde! Charlotte wilde je baantje niet inpikken. Ik wel. Hij wel. Nou, Omdat je op een groot varken hebt gereden en die boer hebt getackeld, ben je wel geschikt voor mijn baantje. Dank je. Maar ik wil jouw baantje helemaal niet hebben. Wil je dat niet? Nee, ik wil helemaal niet achter al die slechteriken en criminelen aan zitten. En vechten en helemaal vies worden en stinken. Ik wil dat wel. Schwartz! Dus, vergeef je me? Dat doe ik nadat we hebben geknuffeld. Ah, nee. Kijk, zo ken ik je weer. Lekker knuffelen. Ik ga me even douchen. Jij vernietigt voor mij Captain Man en Kid Danger. Ja, oké. Als je me uit het reuzenbak vruchtensap bevrijdt, dan doe ik dat meteen naar mijn huiswerk. Ik zal je zo vrij laten, hoor. Nadat ik controle heb over je gedachten met behulp van muzikale breinverwarring. Muzikale breinverwarring? Dat kan helemaal niet. Zullen we wedden van wel? Kijk maar, door het spelen van de juiste combinatie van deze akkoorden in het toonsoorten F-mineur en desgroot, ja, begeleid door de juiste funky beat, zal het menselijk brein zich voor mij openen als een droge spons en absorbeert het alle instructies die ik van tevoren in een rap heb gezet. Een hele coole, al zeg ik het zelf. Dus je gaat de controle over mijn brein overnemen door te rappen? Oh, ik ga niet zelf rappen. Daarvoor heb ik een onbekende hip-hop-artiest, Little Biggie. Oordopjes. Nou, Little Biggie, rappen. Laat mijn teksten maar vloeien. Kom op, kom aan. We gaan hier vandaan. Je zoekt Captain Man en die gaat eraan. We gaan een eindje lopen, ik laat je beven. Dus laat die kleine kid maar eens wat beleven. Ja, kleine meid, al ben je geen fan van Kid Danger en Captain Man. Vernietig ze maar, dat is te gek. Voor de coole songwriter, dokter Minyak. Charlotte! Wat fijn dat je er bent. Ik weet niet of je van guacamole houdt, maar ik heb een heerlijke schaal helemaal volgens mijn eigen... Hey! Als je geen zin hebt in guacamole... Ja! Dat gaat wel, jongens. Een beetje hulp hier? Hallo, Charlotte. Wat is er mis met jou? Waarom is dat... Au! Oké, Schwartz, probeer jij het maar. Wat doe je nou weer? Sst, ze moet denken dat ik dood ben. Oh, Charlotte. Je hoeft niet naar me toe te komen. Charlotte, kijk eens. Wil je vechten? Kom maar op dan. Henry? Het komt goed. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Snel, haal de stroom van de lift. Zij heeft een hele slechte bui. Het is erger dan dat. Er is iets gebeurd met haar. En het is niet goed. We zijn gelukkig in elk geval bij hem. Oké, luister Charlotte. Charlotte, waar heb jij nu ineens last? Oh jeetje. Nee, niet boos zijn. Heb je anders zin in een ijsje of... Charlotte, nu moet jij eens even heel goed luisteren. Of we hebben het er morgen over. Weet je wat, ik stuur wel een appje. Schwartz, stuur die koker omlaag. Wat doe je nu? Ik laat de koker vollopen met neurale neutralisatiedeeltjes. Zodat ze niet kan bewegen? Nee! Kids, alles oké? Ja, ik ben alleen een beetje... Nee. Speelmacht is er vooraf. Achterstevoren. En omhoog. Charlotte, alles oké? Ja. Wow, rustig aan, meid. Rustig maar, kom maar mee. Je moet eerst even gaan zitten. Eens goed voor de handen, rustig aan. Ga daar maar zitten. Ja. Oh, kijk uit. Hoe gaat het, Charlotte? Oh, je weet wel. Goed. Beetje misselijk. Goed. Kun je wat zeggen over je project? Nou, liever niet. Oké, nou kan je dan een demonstratie geven van je machine? Ja, oké. Ja, wat zou ze anders moeten doen? Geen demonstratie? Ja, dat is een goeie. Oké, Charlotte, wat kan jouw machine allemaal? Ik kan het beste beginnen met... hem aan te zetten. En om dat te doen hoef ik alleen hierop te drukken. Ik bedoel, ik trek hier aan. Eigenlijk draai ik aan deze knop. Ja. En dan doe ik... tik ik op het scherm. Daar? Hemeltje lief, heeft jouw machine die jongen net gewoon verplaatst van daar naar daar? Ja, blijkbaar. Zullen we maar meteen met deze competitie ophouden? Want de machine van Charlotte is niet alleen de beste van de show. Dit is dus echt de meest indrukwekkende uitvinding aller tijden. Nee. Zo geweldig is hij niet. Kijk naar die pannenkoekendraaier. Ik zou willen dat ik daarop gekomen was. Je maakt een grapje. Jij hebt een teleportatiemachine bedacht. Dit betekent het einde van auto's, vliegtuigen en schepen. Het kan ons helpen om het ecosysteem van de aarde te redden. Jij wordt binnenkort de beroemdste persoon van deze planeet. Snel, wie belt de minister? Wel het journaal. Dat meisje wint nog de Nobelprijs. Ja! Iedereen daar binnen denkt dat ik een soort van wetenschappelijk wonder ben... dat de meest belangrijke uitvinding in de geschiedenis van de mensheid heeft gedaan. Wederom, heel graag gedaan. Oh, en wat gebeurt er als ze alles over mij willen weten? Dan komen ze erachter dat ik werk bij troep en zo... en dan komen er journalisten bij ons over de vloer om met mij te praten. En hoe lang denk je dat het duurt voordat ze erachter komen... dat Captain Man en Kid Danger daar werken? Dat is waar. Ze heeft gelijk, er is een probleem en wij moeten het oplossen. Oeh, ik bedoel, iedereen heeft gezien hoe dat ding werkt. Ja, maar wat heb je nou gedaan? Hoe heb je dat nou gedaan? Neem me niet kwalijk. Dit is staatssecretaris Jack Rothwell. Hij wil jou heel graag wat vragen stellen over je uitvinding. Blijf daar onmiddellijk staan. De volgende halte voor jou is... Gevangenis. Nee, ik haat gevangenis. Oh, mijn project. Het is beschadigd. Kun je het repareren? Beschadigd en niet te repareren. Oh. Maar je hebt de originele tekening toch nog wel? Dan kun je hem opnieuw bouwen. Nee, mijn tekeningen zijn helaas kwijt. Je weet toch nog wel hoe je hem gebouwd hebt? Ja, en met wat tijd kan je hem toch wel weer helemaal in elkaar zetten. Ik heb een slecht geheugen. Oh, nou, misschien kun je wel. Maar je... Nee. Bork, Charlotte, help ons. Oh, mij niet. Ik ben oké. Wat is er hier gebeurd? We hebben de suikerspinmachine aangezet, maar hij gaat niet meer uit. Nou, hoeveel suiker heb je er dan in gedaan? Deze 2 flessen. En toen nog 8. Jasper, wel ze... Oké, maak je maar geen zorgen. Waarom dan niet? Daarom. Hij stopt uiteindelijk vanzelf. Oeh, en wat dan? Daarna gaan we alle suikerspin verzamelen. Gooien door die deur daar. En dan pakken we de snap. En dan spuiten we de suiker na totdat alles weg is. Hey, weet je wat we doen in de tussentijd? Wat wil je doen? Ze heeft wel een goed punt. Woe! Woe! Ja! Oh, 500 kilo suikerspin verplaatsen valt niet mee. Tja, weet je wat het makkelijker maakt volgende keer? Wat? Als je niet 10 volle flessen suikerspinsuiker in één keer in de suikerspinmachine gooit. Weet je, kritiek geven is makkelijk. Ja, maar ik ben er goed in. Goed. Ik pak de laatste beetjes aan die kant en dan doe jij dat daar. Gaan we doen. Ah, wat? Ik voel iets. Ik denk dat er een beest in zit. Een beest? Piper? Oh mijn god. Waar heeft ze last van? Volgens mij is het een suikerspincoma. Oh. Zo lekker. Hey, dit is de helikopter die Ray gehuurd had. Laten we zwaaien. Oeh. Hoi daar. Hey, hier zijn we. Kijk, we zijn hier. Ja. Opschuiven jij. Nee, ik ben er blij. Ja, nee, ik ben er klaar. Oké, het komt wel goed. Maar het is oké, het is oké. Hij is toch onverwoestbaar, dus het is geen probleem. Dat hij eruit gevallen is. Hé, gooien Ray en Henry nou iets uit de helikopter? Ja, het lijkt wel een Captain Man actiefiguurtje. Oh ja, dat is waar. Wacht, hoor jij ook iets? Ja, het klinkt als... Dat is geen actiefiguurtje! Oh mijn god! Wacht! Wat? Hij gaat zo landen in een suikerspinberg. Oh ja, dat is waar! Dit is perfect! Ja, echt! Zo vertuigt het toeval! Oh, daar komt hij! Kom op, Ray! We kunnen lukken! In de weer! Hier! Bijna! Ik ben oké. Oké, kom op. Je kunt niet zulke gezichten trekken. Maar ik moet er cool uitzien als ik die meiden naar rechts wil laten swipen. Nou, probeer dan een normale, natuurlijke glimlach, oké? Oké. Is dit beter? Ja, tuurlijk. Hey. Wat? Weet je waarom dat rode lampje knippert? Welk rode lampje? Aan de kant! Wat is er aan de hand? Iemand heeft het leencave in fase 2 lockdown gezet. Oh nee, fase 2 lockdown. Wat betekent dat? Jasper, ben ik de enige die de handleiding heeft gelezen? Ik denk het. Als er problemen zijn in de mancave en je wilt dat er niemand in of uitgaat, dan activeer je fase 2 lockdown. Dit meen je niet. Dat is de rammelaar. Maar hoe komt de rammelaar in de mancave? Geen idee, ik zet het scherm toch pas net aan. Er is iets mis met Ray en Henry. Maar wat is er meteen gebeurd? Ik heb dit scherm toch pas net aangezet. Jasper, ik heb het je al gezegd. De lift werkt niet als de mancave in fase 2 lockdown staat. Nou, ik ben nerveus en zou ik mijn vinger bezig. Nou, als je zo graag bezig wil zijn, help me dan om dit ding van de muur te krijgen. Waarvoor? Waarom zou dat ons helpen? Als dit ding los is, kunnen we in de schacht klimmen, naar beneden glijden, naar de mancave om Ray en Henry te helpen. Henry! Dat is Piper. Ja, weet ik. Die moeten we afschudden. Hey, Piper! Wij waren net achter aan het... Flossen! We waren aan het flossen. Jullie mondhygiëne kan me helemaal niks schelen. Ik ben op zoek naar Henry. Oh, waarom? Hij heeft mijn telefoon opnieuw ingesteld en nu staat dat gezichtsherkenningsdingetje als beveiliging aan. Oh ja, dat is echt een hele coole instelling. Nee, dat is het niet! Nee, niet voor iedereen. Henry heeft hem ingesteld op zijn stomme gezicht. Dus nu kan ik mijn telefoon niet in zonder hem. Kun je niet een paar uur zonder je telefoon tot Henry klaar is? Oké, maar ik snap het niet. Volgens mij werkt Henry zogenaamd hier, maar telkens als ik hier kom om hem op te zoeken, dan is hij er niet. En je punt? Waar is Henry? Henry is... Charlotte, waar was Henry nou ook weer heen? Die zit opgesloten in de wc. Opgesloten in de wc. Gelikt! Jasper, hij is eraf. Kom, we gaan. Oh. Wacht, waarheen? Naar Henry. Ja, we kruipen door een luchtschacht, want op die manier komen we in de wc uit om Henry te kunnen bevrijden. Prima, dan ga ik met jullie mee. Hè? Nee, dat is een slecht idee. Waarom kan ik niet mee? Omdat... hij naakt is. Waarom zou Henry naakt naar het toilet gaan? Ja, Jasper, waarom? Wat? Weten jullie niet dat jongens naakt plassen? Ik denk het niet. Hoe dan ook, let jij op de winkel. Op de winkel letten? Ik weet helemaal niks van deze winkel. Doei! Waarom naakt plassen? Oké, weet je zeker dat deze schacht helemaal uitkomt bij de mancave? Ik denk het. Ben je klaar? Ja, gebruik mij maar als boogieboard. Ik nu even wat zeggen? Ja, wat? Je kunt het niet doen. Hoezo? Omdat ik ook meedoe aan de wedstrijd. Jij? Ja, ik heb nu 3 jaar op rij gewonnen. En als ik dit jaar weer win, dan ben ik de eerste Swellviewer die 4 jaar op rij wint. Oh, Charlotte. Charlotte. Denk je wel eens aan iemand anders dan jezelf? Wat? Je gunt me dit ene ding niet. Je gunt hem dit ene ding niet. Jij als vriend gunt me dit ene moment in de spotlight niet om dokter Minyak te verslaan met spelling. 1 moment in het licht. De decaan op school zei dat het heel goed voor me zou zijn als ik... Heel goed voor jou! Zie je? Voor jou! Waarom moet het altijd over jou gaan, Charlotte? Oké, prima. Het spijt me. Dat hoop ik. En dan zijn we weer. En dan weer tijd ook. Ik neem de uitdaging aan, dus... Ah. Wat is de inzet? De inzet is dat degene van ons die de wedstrijd verliest... een fietstocht moet maken op een kinderdriewieler... van Swellview naar Californië en terug! Nou, dan ga ik de organisatie maar gewoon zeggen dat ik niet meer meedoe. Nee, doe maar niet. Maar je wilt toch niet dat ik win? Dat klopt. Inderdaad. Ik wil dat je verliest, expres, zodat ik win. Oké. En jij kan ervoor zorgen dat Minyak niet vals speelt. Want dat wacht. Je kunt heel slecht spellen. Hoe wil je winnen? Ik ga vals spelen. Dat kan niet goed. P-U-B-L-I-C-I-N T-I-S-C-H. Publicistisch. Chrysanthemum. N-A-U-T. En dan zijn we nu bij de grote finale met onze 3 grote finalisten. Oké, Captain Man. Jouw volgende woord is... subtopic. Subtopic. Oké, geen probleem. Subtopic wordt als volgt gespeld. Oké, ik kan dit. Oké, subtopic. Dat begint uiteraard met een S. Gevolgd door... U. Dan... B. Kom op. B, T. O. P. Ja, nog maar 2 letters te gaan. Nee, dat mag ze niet zeggen. Ik sta toe. En de laatste 2 letters van subtopic zijn... En de W. Oh. Fout. Je bent kapitein fout. Oké, Charlotte. Als jij subtopic goed spelt, heb je gewonnen. S-U-B-T-O-P-I-C. Subtopic. Correct. Nou, Captain Man. Hoe staat het ervoor, Schwartz? Ja, waarom kunnen we nog niet bewegen? Waarom duurt dit zo lang? Het was ingewikkelder dan ik dacht om te zorgen dat mijn strijdpakken signalen kunnen ontvangen van de pakken van Jasper en Charlotte. Ja, hoe doe je zoiets? Oh, ik kan het wel uitleggen, maar alleen Charlotte is slim genoeg om het te begrijpen. Hé! Hey, is Charlotte zo slim dan? Ja. Ja, je hebt gelijk. Als dit werkt, hè, kunnen jullie Captain Man en Kid Danger besturen net zoals je de beer en het haar bestuurt in de videogame. Ja. En dan kunnen we op zoek naar Bart. Zodat hij de handdoek in de ring gooit. Oeh. Die is goed. Onthoud die even voor later. Er gaat iets gebeuren. Dit is zo cool. We zijn één geheel. Laten we nou niet overdrijven. Is dit een slecht moment om te gaan plassen? Ja, een heel slecht moment. Dan zeg ik niks meer. Hé, moet je opletten. Oké. Pak dat vast. Wat? Wauw. Dit is bizar. Wacht, deze pakken maken je super sterk, toch? Ja. Wat doe je? Wow! Dat was super vet. Ray en Henry zijn bijna bij de wasseretten nu. Ja, we kunnen alles zien door de camera's in onze maskers. Charlotte, laten we kijken of Bart binnen is. Oké. En ik heb alles stuk gemaakt, maar ik kon geen handdoeken meer vinden. Oh, ik kan hem zien. Wauw, hij staat echt tegen een handdoek te praten. Ja, uw droogheid. Ray, moet je zien. Jasper! Dit was niet het plan! Storen we je op je wasdag? Ik had jullie toch een flubbergast? Hoe kunnen jullie bewegen? Maak je daar maar niet druk om, de Bargery. Ja, waar je je wel druk over moet maken is... onze vuisten! Oh, sorry. Nee, we staan tegen de deur. Ik doe mijn best. Een trap. Hij staat voor je trappen. Je ligt op de grond. Sta op. Schreeuw niet zo tegen me. Ja. Nu naar rechts. Waar zijn we nou? Charlotte, red jij het even alleen? Je andere rechts. Captain Man, help me. Waarom? Sla me. Een wasmachine. Maar dit is geen gate! Nee, moet je nou eens kijken. Wat ga je... Denk je dat je me aan kunt? Nou, ik dacht het niet. Nee. Maak hem af! Jasper, wat doe je nou? Sorry. Mag ik wat helpen? Ik probeer van alles, maar het werkt gewoon niet. Captain Man, help mij snel. Wat moet ik doen? Maak die best met flubbergas en spuitbordjes zijn gezicht. Pak hem op. Ja. Goed zo. Ja, pak hem. Pak die bus nou. Dat probeer ik. Jasper, ik heb hem! Hoi, kom hierheen en spuit Bart in zijn gezicht! Nee! Goed gedaan, maatje. Overwinningsdans. Henry! Geef Charlotte! Oké, wow. Wacht, dat heeft geen zin. Maar wat moeten we dan doen? Haal me uit dit apparaat! Ik weet niet hoe. Ik weet het niet. Oké. We moeten kalm blijven en accepteren dat Charlotte is opgeslurpt door een zwart gatmachine en daar nu in zit. En ik weet het ook niet en sla hem gewoon. Oké, we moeten haar hier uithalen. Ja, haal me hieruit! Oké, ik weet nog niet hoe, maar ik krijg je er weer uit, oké? Is je geraaien? Ik vind het hier spieksam. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ik wil dat er niemand meer achter me gaat staan. Praten jullie nou tegen die stofzuiger? Horen jullie me niet? Moet ik harder praten? Nee! Henry, wat is er aan de hand? Nou, ik was aan het stofzuigen met die stofzuiger. Maar dat is niet de onze. Nee, waar heb je die vandaan? Nee, hij is van... En waarom kan dat ding praten? Omdat hij... Hallo! Oh mijn god! Dat ding is bezeten! Juist. Echt bezeten. Er zit een geest in deze stofzuiger. Ik ben net zo verrast als jullie. Echt verrast. Geesten bestaan niet. Wat gebeurt er allemaal? Oké, geest. Henry's ma en pa en zusje zijn erachter gekomen dat jij hier bent. In dit ding. Aha. Geestig en zo. Aha. Meen je dat nou? Ja. Ze weten dat je een geest bent. Een stofzuiger, want dat is de enige logische verklaring voor wat er gebeurt hier. Oeh, ik ben een geest. Ah! Ik wil die bezeten stofzuiger niet langer in mijn huis. Ik gooi hem gewoon meteen in het kanaal. Ja. Nee. Dan verbrand ik hem. Nee, niet verbranden. Dat is een heel slecht idee. Oh, nu ga ik hem zeker verbranden. Nee. Wat gebeurt er? Heel veel. Lekker geslapen? Oh, fantastisch. Maar ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb. Je hebt holbewoners in elkaar geslagen in je slaap. Ik heb gevochten in mijn slaap? Ja, en je praatte ook Spaans. Ray heeft een briefje op je shirt geplakt. Niet slecht. Dit... is het mooiste moment van mijn leven! Oké, je moet ook nog even weten dat alle mancaves onder ons nu aan het ontploffen zijn. En ik ga ontploffen van vreugde! Oeh, waar zijn Ray en Henry? Ze kunnen nu elk moment binnenvliegen. Oeh, hier? Nope. Stuur de mandrone de lucht in, Jasper. Ik wil Ray en Henry zo snel mogelijk kunnen volgen. Ik regel de mandrone. Zorg jij dat de mancaves niet ontploffen? Daar gaat er weer een. Piper, waar zijn de jongens? De eekhoorns zijn in de lucht. Ik ben weg hier. Begrepen. Ray en Henry, hebben jullie Drex in het vizier? Ja, ik zie hem nu voor me. En over 10 seconden ziet hij mijn vuisten. Jasper, waarom is de Mandrone nog niet bij de Zeppelin? De piloten hebben een vliegfeest. Die vliegtuigen duwen me steeds aan mijn koers. Swat, kun jij die vliegtuigen omlaag halen? Ik probeer nu in te breken in de Swellview luchtverkeersleiding. Eén momentje.